Hi, wij zijn Demi en Fee. En jullie hebben heel veel leuke vragen voor ons ingestuurd. Wij hebben super veel zin om die te gaan beantwoorden. Dus kijken jullie mee? Jij mag de eerste doen. Deze vraag is gesteld door Romy-Lodewijk. Hoe is het om je leven, tussen haakjes werk en sociaal, weer op te pakken nadat je zo lang in utopia hebt gezeten? Nou, hoe je leven weer is, nou op zich wel oké, je gaat gewoon door. Alles is gewoon ook doorgegaan, dus je komt gewoon weer terug in je leven en je gaat gewoon weer werken. Je gaat weer naar je vrienden, je familie. Het is wel een beetje anders, vind ik, want je bent wel een soort van, mensen herkennen je wel, dus het is wel anders, maar... Ja, als je gewoon verder wil gaan, dan kan je gewoon verder gaan. Maar rust nemen is misschien ook wel goed. Ja. Ja. Deze vraag is gesteld door Wilmee L. Wat missen jullie het meest aan Utopia? Ik mis het meest dat je hebt er eigenlijk niet echt zorgen. Dat wilde ik ook zeggen. Ja? Ja, want je leeft daar en je hebt wel je zorgen voor daar, maar die zorgen zijn gewoon heel relatief. Je hoeft geen rekeningen te betalen. Je kan er best wel zorgeloos leven. Ja, zorgeloos. Ja, dat mis ik het meest. Deze vraag is van Ribbons Janina. Wat is er zo leuk aan het meedoen met Utopia? Gewoon het hele avontuur. Gewoon het hele avontuur op zichzelf al. Je wordt gewoon opgesloten en van de buitenwereld. En het is gewoon once in a lifetime. Je maakt dingen mee die je anders nooit zou meemaken. Je kan er eigenlijk doen wat je wil. Je dromen najagen, je eigen bedrijf opzetten. Het is gewoon echt fantastisch eigenlijk. Het is zo'n vette ervaring. Echt, ja, dat zou ik echt wel iedereen aanraden. Vraag. Deze vraag is gesteld door Quinty Hogevors PVX. Wat zouden jullie veranderen aan het huidige Utopia? Oeh, ik ben zelf ook niet echt de schoonste, maar die rotzooi. Het is wel echt vies. Ja. Ik zou denk ik veranderen dat je toch allemaal wat meer de neuzen dezelfde kant op hebt. Bijvoorbeeld met evenementen, ook voor de marktmensen. Als er mensen komen, je merkt gewoon of het echt een groep is of niet. Ja. Het was bij ons ook heel erg. Als ze met z'n allen bonje hadden, dan was de kaartverkoop en de mensen die op het terrein kwamen veel minder. Dus als ze ervoor zorgen dat ze echt weer een beetje wat meer een groep worden, wat meer samen gaan doen. Zoals wij zaten heel vaak bij de vuurplaats, s'avonds gezellig met z'n allen met een hapje en een drankje. Veel wat meer samen. Veel meer samenhorigheid. Ja, precies. Okay. Oh my god, deze is van Chip-Utopia. Wat hadden jullie gedaan als jullie Merel waren in de situatie van haar en Jessie? Nou, dan denk ik, meid, ga er lekker voor. Het is toch leuk? Ja, wij weten hoe het is om een relatie te hebben. Ja. Je hebt altijd iemand, dus ik zou zeggen, doe het rustig aan, maar ga ervoor. Ja, inderdaad. Het is wel leuk om iemand echt te hebben daar, een wie om geeft. Maar doe het wel rustig aan. Take it easy. Dit is de vraag van Robbie-Hendricks18. Wat was je leukste moment in Utopia? Leukste moment? Zijn er zoveel geweest? Wat ik echt wel heel leuk vond? Met de kerstelfen. Oh ja. Zo verrast en dat gewoon mama en papa opeens daar waren. Dat vond ik wel echt een heel leuk moment. Ja, dat ons geliefde in één keer de kerstelfjes waren. Ja. Top 5 wonders vond ik ook echt heel erg leuk. Ja, er zijn zoveel leuke momenten geweest. Ik vond dat ik in de luchtballon kon, super leuk. Dat we geld hadden gedoneerd, we konden onze ogen lezen. Eigenlijk was alles wel leuk in Utopia, want je kon gewoon doen wat je zelf wilde. Ja. Deze is van Senna-Nunink. 15 maanden terug in Utopia of jullie hele leven met ons, Senna en Chip. Oeh, Utopia is wel heel erg leuk, maar om Utopia in te ruilen voor Senna, nee, dat zou ik niet doen. Ik ga voor een leven met Senna. Ik zou het wel super leuk vinden om terug te gaan naar Utopia, maar omdat ik gewoon mijn ervaring heel erg leuk vind, maar ik denk dat de tweede keer wel zou afdoen aan de eerste keer. Dus dan, in dat geval zou ik toch kiezen voor Chip. Kies toch voor onze vriendjes. Ja. Nice. Heel goed, hè?